dit moment om daarin voorop te lopen. Dat is voor dit moment het standpunt van het college. Akkoord? Akkoord, dank u wel. Dan, als er geen vragen meer zijn, dan wil ik door met agendapunt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de vorige keer. Dat is akkoord. Dat is akkoord. Dan de agendapunt 6. Benoeming van een voorzitter van de oriënterende rondes. U heeft een voorstel gezien. En ik verzoek u, kunt u zich daarin vinden. Dat is akkoord. Dan hoeven wij daar niet hoofdelijk over te stemmen. Maar als u unaniem daarmee akkoord bent, dan stel ik voor om dat met één hamerslag ook zo te amenderen. Onder applaus. Dank u wel. Dat is mooi, want dat brengt ons tevens bij agendapunt nummer 7, de bespreekstukken van vanavond. En dat begint bij het normenkader 2015 ten behoeve van de accountantscontrole 2015. Is er behoefte om daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Is er behoefte aan een schriftelijke verklaring of aan een stemverklaring? Neemt u mij niet kwalijk. Een stemverklaring, dat is ook niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met dit voorstel? En dat is wel het geval. Akkoord, dank u wel. Dat brengt ons bij agendapunt 8, de belastingverordeningen 2016. De vertaalslag van hetgeen in de begroting is aangekondigd, vindt u hier in deze verordeningen die zijn bijgevoegd. Is er behoefte om dit voorstel te bespreken? Partij van de Arbeid, op koers.nu, D66 en de ChristenUnie. Ik begin bij de Partij van de Arbeid. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Kloekhorst. Die naam die klopt nog steeds. Ja. Dank u wel, voorzitter. Begin dit jaar is geconstateerd dat het oude beleid voor vrouwparen leidde tot ongelijke kosten. Zoals u zich wellicht kunt herinneren, hebben twee trouwparen uit Balkbrug hierover ingesproken. Naast de onevenredige hoge kosten hielden zij ook een pleidooi om tegelijk voor een billijke prijs te kunnen trouwen in hun eigen dorp. De raad heeft het college opgedragen om het oude beleid te herzien en kostenneutraal te wijzigen. En zo geschiedde. Over de inhoud van het nieuwe beleid is de fractie van de Partij van de Arbeid zeer tevreden. Er zijn kostenbesparende maatregelen opgenomen, zoals het afschaffen van de aanwijzingsbesluiten en de beperking van de facilitaire diensten. Een mooi beoogd effect van het nieuwe beleid is het feit dat trouwparen zelf meer regie krijgen over de invulling van de mooiste dag van je leven. Bij de voorgestelde leesjes ziet de fractie van de Partij van de Arbeid deze besparingen helaas niet terug. Sterker nog, vanaf volgend jaar betalen trouwparen meer dan tot nu toe. En krijgen daarvoor nog minder diensten. Dat was natuurlijk niet wat wij hebben beoogd. Navraag bij de portefeuillehouder leert ons dat alle kosten voor de algemene wettelijke voorziening van het kosteloos trouwen worden verhaald op de overige trouwparen. Wij vinden dat deze wettelijke taak ten laste zou moeten komen van de gehele gemeenschap. Als fractie van de Partij van de Arbeid dienen wij daarom samen met de fractie van de ChristenUnie een amendement in waarvan het dictum luidt: de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leesjes 2016 als volgt gewijzigd vast te stellen. Hoofdstuk 1 burgerlijke stand 1.1.1. Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of een geregistratie van een partnerschap in het huis der gemeente. C. Op zaterdag, zondag en algemene feestdagen €475. 1.1.1.2. A. Op maandag tot en met vrijdag €600. En B. Op zaterdag, zondag en algemene feestdagen €700. Er is begrip voor de terughoudendheid van het college bij de vaststelling van de nieuwe leesjekosten. Maar moet dat nu echt zo duur zijn? Hardenberg is en blijft de duurste in de regio. U schat dat het aantal huwelijken op alternatieve locaties wordt gehalveerd. Dat verbaast ons niet met zulke prijzen. En dat terwijl u de ambitie heeft dat Hardenberg met het nieuwe beleid aantrekkelijker zou moeten worden om te trouwen.
In het beleid wordt gezegd het beleid van andere gemeenten in de regio te volgen. Laten we dit dan ook doen met betrekking tot de kosten. Akkoord. Dank u wel. Voorzitter, mag ik mevrouw Kloekas misschien een vraag stellen? Ja, de heer Dogge. De heer Dogge. Sympathiek voorstel dat op voorhand. Alleen, we hebben even een vraag met betrekking tot de kosten van uw voorstel. In de eerste plaats natuurlijk van om hoeveel kosten gaat het met betrekking tot het gratis trouwen? Want dat zijn dan de kosten die nu niet meer bij de gewone trouwparen in rekening worden gebracht. En hoe denkt u dat te dekken? Het gaat om een totaalpost van 23.000 euro. En wij denken dat het gaat hier om een algemene wettelijke voorziening en zou moeten worden ondergebracht bij de algemene dienst. En dat betekent ook dat daar de dekking vandaan moet komen. En waarschijnlijk zal het voor 2016 uit de algemene reserve komen en in 2017 meegaan in de begroting. Dus u vraagt ook het college om deze posten in de kosten van de ambtelijke organisatie te verdisconteren en niet verder een uitbreiding dus van de begroting. Dat klopt. Akkoord. Ik voorstel dat het college wil reageren, maar goed, uw vraag is bij mij duidelijk beantwoord. Akkoord. Andere nog vragen voor mevrouw Kloekhorst? Dat is niet het geval. Dank. De fractie van Opkoers, nu. De heer Botter. Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van het voorliggende stuk wil de fractie van Op Koers terugkomen op het onderwerp afvalstoffenheffing. In de stukken wordt melding gemaakt dat, en ik citeer uit de stukken, voor het vaststellen van de tarieven voor de containerledigingen en grof huishoudelijk afval gebruik is gemaakt van de adviestarieven van afvalverwerkingsbedrijf Rova. Het contract met Rova moet ooit marktconform afgesloten zijn. Wij vroegen ons af in hoeverre het mogelijk is dat het contract dat is afgesloten de mogelijkheid biedt om tarieven of voorwaarden te herzien. Bij een lange looptijd hoort een marktconformiteitsclausule onderdeel te zijn van het contract. En de vraag is of dat onderdeel of die component ook daadwerkelijk is opgenomen. Inmiddels zijn de tarieven van afvalverbranding de laatste jaren enorm gedaald, omdat er een enorme overcapaciteit is aan verbrandingsovens. Vanuit het uitgangspunt dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn tegen een zo laag mogelijk tarief, verzoekt de fractie van Op Koers het college bij de eerstvolgende behandeling bij dit onderwerp de raad volledig te informeren hoe de ROVA-contracten zijn opgesteld en met voorstellen te komen die moeten leiden tot een substantiële reductie van kosten voor onze inwoners, desnoods buiten de ROVA om. En om alvast een schot voor de boeg te nemen, voorzitter, in hoeverre is uw college bereid afstand van de ROVA te nemen als dat tot een kostenreductie leidt voor onze inwoners? Voorzitter, ten aanzien van dit agendapunt is geen oriënterende ronde geweest. Daarom nog een paar vragen. Op Koers is benieuwd naar de verwevenheid van kringloopwinkels richting afvalstoffenheffing. En als laatste de vraag in hoeverre de grootte van huishoudens onderdeel uitmaken van toekomstige plannenmakerij rond de inning van afvalstoffenheffing. Akkoord. Dank. De heer Mulder. Mag ik daar even een vraag over stellen? Vraag in de richting van de heer Botter. Ik vraag mezelf af, maar dat is een vraag die ik nu even aan mezelf stel, ook van in hoeverre we nu de diepte ingaan ten aanzien van dit voorstel. Maar goed, stel uw vraag. Ik zou ook graag willen weten van hoe zit Op Koers daar nu precies in. Laten die dan ook eens wat zien richting de raad van hoe zij het dan voor ogen hebben. Voorzitter, de heer Mulder vraagt terecht naar het uitgangspunt van die vraag. Als u goed geluisterd hebt, meneer Mulder, is er maar één uitgangspunt bij Op Koers en dat is dat die kosten zo laag mogelijk worden. En de manier waarop dat gebeurt, achten wij van minder belang. Maar de strekking van onze boodschap is dat wij voor onze inwoners, voor de burgers, tot een zo laag mogelijk tarief voor de afvalstoffenheffing komen. En ik schat vrij in dat u niet zit te wachten
op een motie of een amendement in die richting. Nee, maar gaat de aspecten als duurzaamheid en zo, die laat op koers helemaal varen? Wij willen graag het aspect duurzaamheid in dit stadium buiten de beschouwing laten, meneer Mulder. De heer Stelpstra, over dit onderwerp ook. Ja. Meneer Botten. Wij hebben ook een financiële klankbordgroep sessie gehad. Daar zijn deze onderwerpen ook met elkaar gedeeld. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Dus het verbaast mij enigszins dat u nu met deze vragen komt en niet wacht tot de ambtelijke uitwerking die wij, dacht ik, met elkaar hadden afgesproken, dat we dat zouden gaan uitzoeken. Dus ik heb een beetje het idee dat u voor de muziek uit. Nee, zo is hij niet bedoeld, meneer Stelpstra. Hij is in die zin bedoeld om in ieder geval de turbo op die plannenmakerij te houden. Enkel om te komen tot kostenreductie. En dat is het punt wat ik alsnog graag wil maken. En voor de rest neem ik het advies van de burgemeester om niet al te diep daarop in te gaan. Neem ik heel graag over. Voorzitter, misschien toch nog een... De heer Dogger ook nog... Ja, het kan bijna niet anders, zou ik zeggen, want... Inderdaad, wij verbazen ons ook over het moment waarop op Koerspunt nu hiermee komt, ook in aanvulling wat de heer Stelpstra ook zei. Maar nog meer verbaast het ons dat u dit gewoon niet bij de begrotingsbehandeling aan de orde hebt gesteld. Want dan hadden we daar ook als volledige raad inhoudelijk over kunnen discussiëren. En nu werpt u een proefballonnetje op en zegt nu het waarschijnlijk een aantal vragen, het vuur aan de schenen wordt gelegd van laten we er maar niet dieper op ingaan. Ja, dat is wel erg makkelijk. Voorzitter, na 10 jaar bestaan te hebben, is de term het vuur aan de schenen leggen. Ja, dat komt zo langzamerhand. Geeft dat een andere dimensie. Wat ik u zou willen zeggen, meneer Dogger, dat is ook in navolging wat ik tot de heer Stelpstra gezet heb. Het is zo dat wij absoluut niet willen dat dit onderwerp in het vergeetboekje komt. En wij zouden graag willen dat u hem in die categorie zou willen rangschikken. Het is goed dat u dat duidt. De heer Jonkhans, ook nog een vraag voor de heer Botter. Ja. Ja, meneer Botter, wat ons dan wel verbaast is dat u schuift duurzaamheid zomaar helemaal aan de kant. Mag ik vragen wat daarvoor de redenen zijn geweest? Ik bedoel, er is op dit moment in Parijs, het zal u niet ontgaan zijn, een grote conferentie aan de gang om in het kader van duurzaamheid. En u lijkt daar toch helemaal tegen de tijdgeest in te gaan. Wat is daar de reden van? Wat ik daarop te zeggen heb, meneer Jonkhans, dat is dat het principe kostenverlaging niet per se ten koste hoeft te gaan van duurzaamheid. Dat kan met gemak kan dat samengaan, die twee begrippen. En als u hem inderdaad ook in die categorie rangschikt, los van wat er in Parijs gebeurt, dan heeft u ons aan uw zijde. Maar u zei net iets anders. U zei net van de duurzaamheid schuiven even helemaal terzijde. Kostenreductie, dat is voor ons belangrijk. Ja, voorzitter. Het is niet de bedoeling om in een woordenspel terecht te komen. Ik heb gezegd, en u trekt mijn woorden in een ander verband. En dat dacht ik onwenselijk op dit tijdstip. Dat wij op dit moment duurzaamheid even parkeren ten aanzien van kostenreductie en kostenverlaging. En in die orde van grootte zou u het moeten zien. Wij zouden geen knip voor de neus waard zijn, voorzitter, om het begrip duurzaamheid terzijde te schuiven. Nog op dit uur, nog op deze dag. Akkoord, voldoende lijkt me van beide kanten. Voorzitter, ik zal de heer Botten geen vraag meer stellen, maar nee. We als CDA toch even gemeld hebben dat de afvalstoffen bij ons nooit een ondergeschoven kindje zijn geweest. Kort. Ik stel voor, er zijn nog meer onderwerpen over deze belastingverordening om even door te gaan. En nogmaals, je zit een spanningsveld in van hoe ver ga je nu de diepte in bij deze discussie inderdaad. Een terechte opmerking, de begroting is eigenlijk het punt waar je de inhoudelijke discussie voert. Maar ik begrijp ook de woorden van de heer Botter namens op Koers.nu dat hij zegt, nou, wij willen daar toch even de kanttekening nu plaatsen zonder de discussie heel diep nu in te gaan. En daar heeft u een reactie op gehad. De heer Mulder, over dit onderwerp, als laatste. Als laatste, meneer Botten geeft aan dat dit tijdstip niet goed is, maar kan u misschien aangeven welk tijdstip dan wel? Ik stel voor dat we daar nu niet op ingaan, wat dat betreft. Ik begrijp dat u dat graag wilt weten, maar dan komt die wellicht op een later moment
in de tijd nog op terug. De heer Stelpstra, u over de belastingverordeningen. Ja, dank u wel, voorzitter. Het was een enerverende dag vandaag, mag ik wel zeggen. In het meest markante gemeentehuis van Nederland stond een prachtige vrouw. Is het nog wel meneer Stelpstra of is het tegenwoordig meneer Kloekhorst? Voor de duidelijkheid. We hebben geen wijzigingen doorgekregen. Nee. Geen van beide, ja. Zoals ik u net al gaf. Dus ik ga nog uit van de heer Stelpstra. Maar stond een prachtige vrouw te wachten. Toen hebben wij even met de portefeuillehouder gesproken ten aanzien van de huwelijken. De ChristenUnie kan eigenlijk instemmen met alle belastingverordeningen. Alleen wij hadden moeite met de hoogte van het tarief. Zoals mijn collega Kloekhorst al aangaf, wordt het tarief met name verklaard door de afwenteling van de gratis huwelijken op de betaalde huwelijken. Nou, wij achten dat onwenselijk en willen daarom voorstellen dat te gaan dekken uit de algemene dienst. Dat kostte zo'n 23.000 euro. Ik kan me ook voorstellen dat voor dit jaar, want de begroting is al goedgekeurd, dat dat gedekt gaat worden uit de post structureel onvoorzien. En dus volgend jaar 2017 in de algemene dienst valt. En dan is het een bezuinigingstaakstelling voor het college. Meneer Stelpstra? Ja. Bent u blind van liefde? Nou ja, ik heb hier wel eens gezegd, als je de juiste snaar weet te raken, dan... Akkoord. Dank voor de toelichting in ieder geval. Het was mooi geweest als dat met name ook even bij het amendement misschien erbij had gestaan waar u de dekking, want u geeft nu aan van wij uit de posten structureel onvoorzien voor 2016 te halen. Dat is misschien nog wel een goede toevoeging straks. Maar ik denk dat het goed is om te constateren dat iedereen iets in de eerste ronde heeft willen zeggen over de belastingverordening aan de orde heeft dat kunnen brengen. Het lijkt me goed om zeker even ook naar het college te gaan. Twee vragen wat mij betreft concreet. De heer Rodemond. Ik had mijn vinger ook opgestoken om iets te zeggen over de verordeningen. Dus als dat is een omissie van mijn kant, neemt u mij niet kwalijk. Het woord is aan D66 voordat we richting het college gaan. Voorzitter, ondanks die omissie, dank voor de tijd. Ik zal het kort houden. Het mag geen geheim zijn dat de fractie van D66 zich al enige tijd zorgen maakt over een tendens die wij bespeuren wat betreft stijgende woonlasten voor de inwoners en de bedrijven in de gemeente Hardenberg. En wij snappen heel goed dat er heel goede redenen voor zijn om deze belastingverordening als zodanig voor te stellen. Niettemin hebben wij wel een motie voorbereid om te redeneren naar de toekomst toe. En die motie die zal ik even toelichten, omdat die op het laatste moment is toegestuurd en eigenlijk alleen op papier aan jullie is gegeven. De intentie van deze motie is eigenlijk om die stijgende lasten op een of andere manier weer terug te brengen naar de inwoners, daar waar wij incidentele meevallers lijken te krijgen. En als het gaat over de begroting van 2016 voorzitter, en verder... Voorzitter. Ja, Stelpstra. Ja, incidentele meevallers hebben wij al bestemd bij de begroting. Dus dat wordt een beetje een probleem, want we hebben gezegd dat wij aan onze schuldquote willen gaan werken. Akkoord, ik stel dat de heer Rodemond heeft door. Ja, dat heeft u inderdaad zo gezegd. En zoals u misschien weet heeft D66 niet ingestemd met de begroting. Wij hebben een alternatief verhaal in dit geval. Dus, incidentele meevallers willen wij graag inzetten voor het verduurzamen van de economie door lokale initiatieven van inwoners en of ondernemers te ondersteunen. En daarom luidt het dictum dan ook, draagt het college op om voor de bespreking van de eerste bestuursrapportage 2016 te komen met een plan hoe de gemeente Hardenberg incidentele meevallers in de begroting 2016 en de begrotingen daarna verder kan inzetten om initiatieven van inwoners en of lokale bedrijven financieel te ondersteunen ter bevordering van een meer duurzame economie. Akkoord, deze motie dient u in bij agenda punt 8. Voorzitter. Belastingverordening 2016, ik denk dat het goed is dat de heer Rodemond heeft blijven staan. Ik had de heer Bak al gezien, daarna de heer Stelpstra en de heer Dogge. De heer Bak. Ik vind het een heel sympathiek voorstel, klinkt heel leuk en is misschien ook wel aardig voor de bühne, meneer Rodemond. Maar accepteert u daar ook,
accepteert u daarmee ook een hoge schuldquote of een wellicht onhoudbare, als ik even met de woorden van de heer Stelpstra mag spreken, nationale schuldquote? Nee, wij accepteren nog steeds niet een hogere schuldquote of een oplopende. Sterker nog, wij zijn wel voor het afnemen van dat percentage. Niettemin denken wij dat we ook tegelijkertijd wat strenger mogen begroten. Dus en strenger begroten en dan daar waar het gaat om incidentele meevallers alsnog, die in te gaan zetten voor het verduurzamen van de economie. Het blijkt misschien dat ik heel snel in verwarring ben, maar dus u wilt twee dingen doen waar wij eigenlijk bij de begroting van hebben afgesproken dat we de schuldquote gaan terugbrengen. Zegt u, het moet maar strenger begroot gaan worden, dan gaan we in één keer twee dingen doen. Dat moet toch ergens de kosten van gaan. Heeft u daar ook voorstellen voor? Die heb ik bij de begrotingsbehandeling ook volgens mij genoemd. Dus als u eventjes terugkijkt, dan weet u wat het antwoord daarop is. Ik zou ze toch graag nu horen van u, meneer Rodemond. Het gaat over het vormen van nieuw beleid. En als het gaat om een nieuw beleid, hebben wij opgeroepen om daar wat meer kritisch naar te kijken waar het gaat om incidentele uitgaven. Akkoord. Ik stel voor naar de heer Stelpstra te gaan. Ja, meneer Rodemond, wij hebben eerder bij de begroting ook al een vrij korte motie van u behandeld. Toen hadden we geconstateerd dat dat voldoende onderbouwd, zeker uitgelegd was. Hetzelfde gevoel bekruipt mij een beetje lezende deze motie. Allemaal containerbegrippen. En twee, ja, u gaat tegen een zojuist genomen besluit in van de raad om incidentele meevallers te bestemmen. Voelt u zelf niet aan dat het vrij weinig draagvlak heeft om dit zo te positioneren? Ik begrijp dat het een sympathiek initiatief is. Maar het getuigt niet van het aanvoelen van hoe wij hier in de raad werken. Waarvan acte? Akkoord. De heer Dogge, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik weet eigenlijk niet meer welke kant u op wilt. Want als u zegt van wij constateren stijgende lasten en die willen we de burgers teruggeven, dan gaat u dus blijkbaar voordelen die u mogelijk ziet inzetten om duurzame initiatieven te ondersteunen. Dan denk ik van dan krijgt de burger dus toch nog geen cent terug. Dus de eerste vraag is van hoe rijmt u dat met de doelstelling van de motie, wat het doel, zoals u de opdracht aan het college verwoordt. In de tweede plaats, zoals het er nu letterlijk staat, dan stelt u in feite een begrotingswijziging voor. Want u stelt voor incidenten meevallers in de begroting alternatief aan te wenden. Dat kan volgens mij ook niet, dan moet u hier een begrotingswijziging voor maken. En waarom moet dat dan ook bij de eerste bestuursrapportage komen? Want als u uiteindelijk uw doel is om de incidentele overschotten uit de begroting 2016, die we dan in 2017 vaststellen, dan kan ik me voorstellen dat u zegt van daar willen we wat mee doen, maar dan is de motie veel te vroeg en heb je nog veel tijd denk ik om de motie te herschrijven. Ik neem uw adviezen graag ter harte wat dat betreft. Dank u wel. Wat betreft, ik wil niet in een woordenspel in die zin verzanden of er nou in of uit de begroting 2016 is. De intentie is in ieder geval om daar waar wij enig geld overhouden om dat op een of andere wijze terug te brengen richting de bevolking en de ondernemers van Hardenberg, zodat we op die manier een vliegwielwerking zouden kunnen genereren wat betreft a de economie, maar b dus ook mogelijk wat inkomsten voor die inwoners en bedrijven. Dat is de intentie van deze motie. En ja, maar stelt u dan nu eigenlijk ook zelf niet vast dat u beter de motie terug kunt trekken en later terug kunt komen? Nou, weet u, ik wilde in ieder geval het gesprek daarover aangaan en ik proef een beetje dat het achterliggende idee mogelijk sympathiek gevonden wordt en dat we hierover nader in gesprek zouden moeten gaan. En ja, dan krijg je het verwijt dat het allerlei containerbegrippen zijn. Maar ja, goed, we leggen hier wel vaker moties en amendementen neer met een oproep aan het college om tot een uitwerking van het een en ander te komen. En dat is ook eigenlijk gewoon de weg die ik hier wilde bewandelen wat dat betreft, maar wel na een gesprek in deze raad. Het sympathieke idee om burgers niet meer te belasten dan nodig is, daar weet u, daar staan wij ook volledig achter. Alleen de tekst van deze motie doet daar denk ik onvoldoende recht aan. Akkoord. Anderen nog? Niet de heer Bak. Even om daarop aan te sluiten wat de heer Dogger ook aangeeft. Wellicht is het dan wel goed om op voorhand een andere weg te kiezen, meneer Rodemond, om eerst eens met elkaar in gesprek te gaan over hoe we dit soort onderwerpen bij de kop zouden kunnen pakken. Volgens mij hebben we daar onlangs met elkaar ook over gesproken hoe we dat zouden kunnen doen. En als we dat dan
dat onderwerp dan op die manier agenderen. Kunnen we op basis daarvan het gesprek met elkaar voeren en wellicht dat we dan met elkaar een motie kunnen indienen. Dat lijkt me een elegante route om te volgen. Mag ik daarop reageren, voorzitter? Jazeker. Akkoord. Dan reageer ik als volgt. Als ik proef dat er enige sympathie is voor de achterliggende gedachte van de motie, dan ben ik bereid om deze motie in te trekken als het wel leidt tot inderdaad dat gesprek waar Erik Bak op doelt. Ik kan u toezeggen, als u het initiatief neemt, dat ik zeker mee ga doen. Akkoord. Voldoende, blijkbaar. Dan begrijp ik goed dat u zegt van ik trek nu de motie in. Voorzitter, daar wil ik even in beraad met mijn fractie. Ik kom daarop terug. Terecht. Akkoord. Ja, akkoord. Dus dan constateer ik dat de motie vooralsnog onderdeel uitmaakt van de beraadslaging. En dat we daarmee de eerste termijn van de belastingverordeningen kunnen afronden. Er ligt een amendement en een motie bij deze verordeningsdiscussie. Daarom is het ook goed om in de richting van het college te kijken om toch ook het oordeel te vragen over het amendement rondom de heffingen van het trouwen. En ten aanzien van de vraag die ook op Koerspen nu heeft gesteld over contracten rondom de ROVA. Hoe daarmee verder te gaan in het kader van marktconform. Wie mag ik eerst het woord geven? De heer Prinsen, zijn er verantwoordelijk voor de trouwen? De trouwlocaties. Voorzitter, dank u wel. Het nieuwe beleid is nog niet ingegaan. Ja, dus de trouwpartij van vanochtend was voor 9 uur. Dat is dubbel tarief. €375. De bode inclusief, dat is 7.500. En het college heeft vanochtend besloten dat 50-50 te verdelen over de fractie van de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. Zo, dat is dit ook weer binnen. Goed, voorzitter. Dit misschien die incidentele voordeel waar de heer Jaco Rodemond wat mee wil. Rekeningnummer volgt. Ja. Oké, okay. Goed. Alle gekheid op stokje, voorzitter. De trouwleges. Het is al jaren een gebruik in deze gemeente dat de trouwleges kostendekkend moeten zijn. En daar hebben we een hele mooie kreet voor. Ik waag me daar niet aan. Vanochtend is het nu ook geworden, maar ik ben hem even vergeten. Dus alles wat met trouwen te maken heeft, dat moet binnen het domein trouwen, moet kostendekkend zijn. Dat is eigenlijk de afspraak die wij met u of u met ons heeft. En zo is ook ons voorstel opgebouwd. En dat is best heel lastig om alle kosten in kaart te brengen. Dat hebben we zo zorgvuldig mogelijk gedaan. En daar horen dus ook bij het gratis trouwen. Nou, de kosten voor het gratis trouwen zijn hier al de revue gepasseerd, 23.000. En die hebben we binnen het domein trouwen, zeg maar, verhaald. Nou, daar wordt door de Partij van de Arbeid in samenhang met de ChristenUnie, wordt daar middels een amendement wordt daarop gereageerd. Dat zij vinden dat de kosten daarmee voor degenen die niet gratis trouwen, ja, dat die daarmee behoorlijk uit de pas lopen. En daarom dit amendement. Een amendement, daar hoort wat mij betreft ook altijd een dekkingsverhaal bij. Bij een motie kun je dat wat losser laten, maar er hoort eigenlijk een dekkingsverhaal bij. Daar heeft volgens mij de heer Stelstra iets op gezegd. Maar het lijkt mij goed dat we straks wel even een heel goede tekst ook in het amendement hebben. Ja, misschien kan het even snel een schorsing. Dan hebben we dat ook zo goed mogelijk. Ik kijk vanuit financiën, als ik dan even bijna over mijn schouder kijk naar mijn collega Jansen, die toch wel graag wil dat we ons zo dicht mogelijk bij de begroting begeven. Dan is dat best lastig om een amendement aan te nemen waarvan de dekking niet helder is. Ja, en er wordt nu aangevoerd, de dekking die gaat naar structureel onvoorzien. Nou, daar zou je voor kunnen kiezen als raad. Je zou ook kunnen zeggen van nou, je komt ten laste van het rekeningresultaat 2016 met daarbij wel de opdracht. En dat zou ik ook graag in het amendement zien, dat die vanaf 2017 in de begroting wordt verwerkt. En dan kan ik wel roepen van nou, misschien moet ik het u ontraden. Dat doe ik allemaal niet. Ja, want ik zie ook hoe de betrokkenheid daarbij is. En ik zou voor willen stellen om dit amendement aan te passen. Dat zou mijn voorstel zijn, met een goed dekkingsverhaal. En dan is het college bereid, niet alleen bereid, we zijn verplicht dit amendement dan ten uitvoer te brengen. En ja, ik zou er nog van alles over kunnen zeggen, maar dat zou ik niet willen doen. En ik vraag nog wel even of de verordening er goed in zit, omdat we bijna voor 1 januari zitten. Dus ik zal nog even moeten laten checken of de verordening er goed in zit, dat we straks niet een foute verordening hebben. Want daar kun je een hoop last van krijgen in de loop van het jaar. Dus
Wij nemen er met dat voorbouw over, als er straks in de pauze of even met een schorsing even de goede tekst kan komen voor het besluit en de dekking. Akkoord, dank voor uw toelichting en suggestie die u doet. Mevrouw Kloekhorst wenst daar nu al op te reageren. Wat zegt u? Ja, akkoord. Dat is akkoord. U wilt nog reageren? Ik wil nog even reageren op meneer Prins. Nee, dat kan. Ja? Allereerst dank voor de woorden. Ik ga de tekst in de pauze aanpassen. Bij deze wil ik eigenlijk ook nog eventjes terugkomen op vanochtend. En drie ambtenaren bedanken. Het is in dit huis niet gebruikelijk dat we namen noemen. Maar ik wil dat heel graag even doen. Dat is Jan van der Kamp, Frank Drosten en Lot van Let. Ik heb vanochtend veel werk verzet hiervoor. En we hebben, ik vind een bedankje naar deze drie mensen even op zijn plaats. Akkoord. Dank zal overgebracht worden voor zover die niet nu al is ontvangen. En van een bruid om dat te horen is natuurlijk altijd heel bijzonder in zo'n stadium. De heer Jansen, wellicht even reageren op de vraag nog van Omkoers.nu over de ROVA-contracten. Sorry, met excuus. Ja, nee? Ja. Even heel kort over D66-motie die wel boven de markt hangt. Ik hoef er niet veel over te zeggen. Verbaasd, omdat het gaat over de meevallers in de begroting van 2016 en daarna, en verder staat erachter, terwijl we inderdaad afgesproken hadden om meevallers te gebruiken om onze algemene reserve te verhogen en de schuldquote naar beneden te doen. Eerlijk gezegd was dat een van de handen die wij uitstakken ook naar D66, omdat D66 vorig jaar tegen de begroting had gestemd, om te zeggen van wij zullen die schuldpositie naar beneden doen. U hebt nu weer tegengestemd. Dat is een heel zwaar middel. Ik was er ook eerlijk gezegd wel teleurgesteld over. Want dat betekent dat u eigenlijk zegt, gemeente, u mag het komende jaar de ambtenaren salarissen niet eens betalen. Dus eigenlijk dus een motie van wantrouwen. En dat terwijl wij zeggen, wij willen die naar beneden brengen. En wat doet u? Zelfs zonder een voorstel te doen om de begroting te amenderen. En dan hebben we daar afgesproken, laten we nou bij de belastingen, met uitzondering van de leges van het huwelijk, daar geen dingen mee doen. Dat doen we bij de begroting. En dan komt u bij de begroting en dan zegt u, maar ik wil alle incidentele meevallers er ook nog eens een keer uitvissen. Dat kan volgens mij niet. Dan ga je dus het nog doen. Dan bent u volstrekt in strijd met wat u bij de begroting hebt gedaan om daar tegen te strijden. Dit is volstrekt er tegenover. Dit is zoals de wind waait waar mijn jasje. En dat kan echt niet in deze raad. Dank u wel. Dank, de heer De Vent. Over de ROVA-tarieven, afvalstoffen. De duurzaamheid. Dank u, voorzitter. Ja, een bijzonder moment, ook omdat het nu het klimaat in Parijs is. Misschien is dat de aanleiding geweest om de vraag te stellen, weet ik niet, meneer Bort. Maar duurzaamheid is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp als het gaat om afvalinzameling. En ik begrijp goed dat u die vraag stelt. Het is wel zo dat de ROVA, want er zijn al eens verschillende beelden over de ROVA, het is wel een publieke dienstverlener. Hè? Het is van en voor gemeenten, het is een verlengstuk van gemeenten, werkt voor 21 gemeenten. Dus laten we daar ook niet verkeerde beelden bij creëren, want de ROVA zijn wij zelf ook met elkaar. Hè? Laten we dat ook even helder zijn. En dat u daar kritisch op bent, dat mag, dat is ook uw taak als raadslid. De vragen die u heeft gesteld, ja, dat gaat over geld, tarieven, kosten. Maar die gaat wat mij betreft ook over de kwaliteit van de dienstverlening naar onze inwoners toe. Dat vinden we ook heel belangrijk. En het gaat ook over duurzaamheid. Nou, dat vraagt nog wel even een moment om daar eens goed naar te kijken. En ik heb u volgens mij ook gezegd toen ik destijds het voorstel heb aangehouden voor die tweede stap van afvalinzameling, heb ik gezegd, nou, ik wil terug met de vragen. Want ik merk dat er heel veel vragen leven. Onder andere de vragen die u heeft gesteld. En ik neem de tijd ervoor om samen met u, maar ook met de samenleving en betrokken partijen, daar nog eens een keer goed naar te kijken. Dus in het eerste helft van 2016 kom ik terug met een voorstel en ook met de vragen die u heeft gesteld. Maar ik denk dat het ook goed is om nog even heel scherp de beelden heel goed naast elkaar neer te zetten. Want als we niet oppassen, krijgen we hele verkeerde beelden over publieke dienstverleners en dat zou ik heel jammer vinden. Dus ik kom terug bij u in de eerste helft van 2016, voorzitter. Dank u wel voor uw beantwoording.
Mag ik voorstellen om, er ligt een amendement en er ligt nog een motie. Er komt een, ik begrijp dat er een tekstvoorstel komt ten aanzien van het amendement over de dekking. Om wellicht even 5 minuten te schorsen, zodat even de balans kan worden opgemaakt aan de kant van de raad, ook naar aanleiding van de gemaakte opmerking door het college. Voorzitter, misschien is het dan goed dat het gewijzigde tekst van het amendement eerst even wordt verteld, want dan kunnen we dat in onze beraadslagingen meenemen. Dat zou kunnen, maar dan wil ik mevrouw Kloekhorst vragen om dat voor te lezen. Dat gewijzigde voorstel zoals het nu er ligt. Ja, prima. Dank u, voorzitter. Wij willen dan toevoegen aan het besluit het volgende punt. De kosten van deze tariefswijziging begroot van 23.000 euro. Ik moet het even vanaf het handschrift van mijn beoogde bruidegom lezen. Dus, te dekken uit de post structureel onvoorzien in 2016... en in 2017 te verwerken in de begroting ten laste van de algemene dienst. Akkoord. Kunt u of misschien de Stelstra even toelichten wat met dat laatste dekkingsvoorstel wordt bedoeld? Houdt dat in dat de begroting voor de algemene dienst mag uitdijen of dat het binnen de begroting gevonden moet worden? Binnen de begroting gevonden dient te worden. Akkoord. Mag ik voorstellen om de vergadering voor 5 minuten te schorsen? Is dat akkoord? De vergadering is geschorst voor 5 minuten. Geachte leden van de raad, ik heropen de vergadering van dinsdag 1 december. Aan de orde is agendapunt 8, de belastingverordening 2016. Er is een amendement ingediend en een motie ingediend. Ik kijk allereerst even naar de indieners van beide documenten. Allereerst in de richting van de Partij van de Arbeid, mevrouw Kloekhorst, het amendement. Ik begrijp dat er een gewijzigd amendement is. Nu. We hebben de tekst aangepast. Ja, zal ik hem met uw goedvinden lees ik hem even voor. Dank u. Het gewijzigde amendement zoals het thans luidt na de schorsing. En daar is toegevoegd aan het besluit dat de kosten van deze tariefswijziging begroot à 23.000 euro te dekken uit de post incidenteel onvoorzien in 2016, punt. En in 2017 te verwerken in de begroting ten laste van de algemene dienst. Dat is de toevoeging aan het amendement zoals die nu voor ligt ingediend door de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Dat is het amendement zoals het ligt. Dan de motie, ingediend door de fractie van D66. Het woord is aan de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Allereerst, als ik mag, wilde ik even reageren op de woorden van de portefeuillehouder in deze. Die nam nogal stevig taal in de mond. En ik voelde mij toch wat genoodzaakt om, voordat ik iets vertel over die motie, daarop te reageren. Wethouder Janssen die sprak over een motie van wantrouwen en dat wij voornemens zijn om de ambtenaren salarissen niet te betalen omdat wij tegen een begroting hebben gestemd. Wilde ik ook eventjes in dit geval in memorie roepen wat ik heb ingebracht en waarom ik heb tegengestemd op de begroting voor 2016. Wat ons betreft is het al inderdaad, en daar heeft de wethouder gelijk in, een hele stap in een goede richting wat ons betreft aangaande de begroting en de meerjarenbegroting ook, waar wij nog problemen mee hebben en waarom wij dus ook tegen hebben gestemd, is dat wij een, wat wij in de inbreng hebben genoemd, structureel incidenteel tekort lijken te zien. Dus dat we elke keer met nieuw beleid toch weer onder de grens van de nul lijken te komen te zitten en daarvoor hebben we wat aandacht willen vragen. De motie die wij nu hebben ingediend leidt ertoe dat wij die incidentele uitgaven, dus dat nieuwe beleid, om willen buigen naar een meer dynamisch investeringsgebeuren van deze gemeente. Dat is iedere keer weer de intentie van deze fractie. Nu heb ik begrepen dat er meerdere fracties zijn die hierover met ons het gesprek zouden willen aangaan. En om die reden trek ik nu de motie in en nodig ik op termijn, op korte termijn, de fracties uit om het gesprek ook aan te gaan. Akkoord. Duidelijk, de motie van D66 wordt ingetrokken. Maakt geen deel meer uit van de beraadslaag. Is behoefte aan de tweede ronde of mag ik voorstellen over te gaan tot stemming
over de belastingverordening. Dat is het geval. Dan stemmen we eerst over het amendement dat voor ligt. Zoals gezegd, ingediend door de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. En ik vraag aan u, kunt u instemmen met, wilt u dit amendement overnemen? Het amendement gaat over aanpassing van de tarieven voor de trouwlocaties. Wie is voor? Mag ik handen zien? De fractie van het CDA, Leefbaar Hardenberg, de ChristenUnie, de VVD, D66 op koers.nu en de Partij van de Arbeid. En daarmee is dit amendement met unanieme stemmen aangenomen. Dan wil ik niet alleen het bruidspaar feliciteren, maar alle mensen die nog gaan trouwen. Akkoord. Dan de belastingverordeningen zelf. Behoefte aan een stemverklaring nog. Dat geldt voor de fractie van D66. Pierre Rodemond. Dank u wel. Ter voorkoming van allerlei misverstanden even deze verklaring. Ook al hebben wij tegen de begroting inderdaad gestemd en ik hoop dat ik dat heb uitgelegd zojuist, willen wij wel instemmen met de verordening zoals die nu op tafel ligt, omdat dit gewoon een gevolg is van het een en ander. Dus vandaar dat wij wel voor deze verordening stemmen, maar we blijven voet bij stuk houden wat betreft de begroting. Akkoord, dank u wel. D66 is voor, kan ik anderen noteren voor deze belastingverordening. ChristenUnie, Leefbaar Hardenberg, CDA, Partij van de Arbeid, op koers.nu, akkoord en daarmee is deze verordening aangenomen. Dank daarvoor. Agendapunt 8a, motie aangekondigd door de fractie van de Partij van de Arbeid over de streekfunctie. Het woord is aan mevrouw Jullink. Ja, voorzitter. Geschrokken waren wij toen we vernamen dat de streekfunctie waarschijnlijk met een pennenstreek zou verdwijnen bij de provincie Overijssel. En daar hebben de ChristenUnie en CDA al eerder aandacht voor gevraagd. Geschrokken omdat een aantal, x-aantal jaren geleden, deze streek een behoorlijke witte vlek was. Eenzijdige werkgelegenheid, alleen de Wavin was hier, veel landbouw. Weinig slechte bereikbaarheid. Nou, daarin is niet zo heel veel veranderd, moet ik helaas zeggen. Maar er is wel een behoorlijke slag gemaakt. We hebben echt die streekfunctie waargemaakt. Goed ziekenhuis, de voorvechter, een kern met streekfunctie. Hardenberg, een kern met streekfunctie. Ik hoor het nog 15 jaar geleden heel vaak zeggen. Het zou slecht zijn voor deze regio als deze streekfunctie zou verdwijnen. De Partij van de Arbeid wil dan ook een motie indienen met een oproep aan het college. En eigenlijk de oproep aan de raad is al gedaan aan fracties die connecties hebben met fracties in Provinciale Staten. Om dat daar ook kenbaar te maken. En wellicht is dit een van de eerste aanzetten voor een strijdplan. Een strijdplan om de streekfunctie te behouden waar wij met z'n allen voor zullen gaan. Zo is al eens eerder genoemd. Misschien moeten wij wel wat meer doen dan alleen maar hier praten, maar ook eens naar Zwolle gaan. De oproep is gedaan en we hebben een motie hier voor ons en die is unaniem, wordt die ingediend, unaniem ondertekend door iedereen. En het dictum lees ik voor. Wij dragen het college op zich nadrukkelijk sterk te maken voor het behoud van de waarde kern met streekfunctie voor Hardenberg. Het tweede punt, het standpunt van de gemeenteraad zoals verwoord in deze motie kenbaar te maken aan zowel gedeputeerde staten als provinciale staten van Overijssel. En bovenstaande te ondersteunen met een factsheet aangaande de streekfunctie van Hardenberg en gaat over tot de orde van de dag. Dit is het dictum van de motie die wij hier raadsbreed willen indienen. En met daarnaast wellicht een oproep om straks, als het college zijn inspanningen heeft gedaan, dit verteld heeft aan ons en dit wellicht niet voldoende is, om dan misschien echt met een strijdplan te komen. Akkoord, dank u wel. Deze motie is door de Partij van de Arbeid ingediend en wordt gesteund door alle fracties van de gemeenteraad. Ik denk dat het goed is om namens het college even te reageren. Dat doe ik van achter de spreekgestoel. Het college houdt zich sinds een paar weken, sinds bekend is geworden inderdaad, dat er een ambtelijke notitie
is gemaakt waarin wordt voorgesteld om de streekfunctie los te laten, omdat het overbodig zou zijn, omdat doelen zouden zijn gerealiseerd. Zitten wij in een sterke onderhandeling, overleg met het college van gedeputeerde staten van Overijssel om dit van tafel te hebben, omdat wij ook van mening zijn dat het van ongelooflijk groot belang is om die streekfunctie ook gewoon in naam en ook in functie binnen de ruimtelijke ordening en binnen het economische veld gewoon stevig op de kaart te houden. En ik denk dat we dat willen, omdat de Hardenberg als kern met streekfunctie, maar dat geldt zeker voor de gemeente, eigenlijk de motor, het oostelijk bastion is zeg maar, van de regio Zwolle. In een omgeving die verder veel landelijk gebied kent, maar ook nog steeds heel kwetsbaar is. En dat zien we ook aan de gebieden om ons heen, daar waar we kijken naar Twente bijvoorbeeld, het landelijk gebied van Twente, maar ook het gebied van Drenthe, waar de werkloosheid een stuk hoger is. En daarom is het ontzettend cruciaal om die stevige positie hier in Van Hardenberg, die ook ten dienste staat van die regio's, vast te houden. Daar strijden wij voor. En deze motie, kan ik u vertellen, namens het college, voelt ook echt als een enorme steun in de rug. Daar waar we merken dat in ieder geval op bestuurlijk niveau het college van GS toch nog steeds anders beleeft. En we zullen ook richting de provinciale politiek, met name de staten ook, en we merken dat de staten daar wel gevoelig voor zijn, zorgen en bepleiten om die streekfunctie in stand te houden. Het heeft ook nog een andere werking, daar waar wij ook in een discussie zijn rondom die bereikbaarheid. U gaf dat net zelf ook al aan. Zeer moeizaam gaat dat hier in de provincie Overijssel om die bereikbaarheid, de infrastructuur te verbeteren. We zijn daar een jarenlange discussie al, 10, 15 jaar. Ik memoreer maar even aan de N35, Nijverdal, een discussie van 25 jaar, waar nu na 25 jaar een tunnel ligt. Nou, ik mag hopen dat het in Balkbrug toch een stuk sneller zal gaan. We maken ons daar grote zorgen over. Die zorgen worden nog groter omdat ook met het verdwijnen van de streekfunctie de gedachte zou kunnen ontstaan dat het wellicht ook niet meer nodig is om fors te investeren in infrastructuur. En dan spannen we pas echt het paard achter de wagen. En dat zal wel het slechtste zijn wat we kunnen hebben. Dus het is van het grootste belang om de komende maanden, in januari zal daarover besluitvorming zijn in provinciale staten, de komende maanden daar aandacht voor te vragen. En deze motie voelen wij dan in ieder geval ook als een enorme steun in de rug. En wij zullen graag datgene wat u ons opdraagt, ons sterk voor maken. Dus dat betekent en het overleg met gedeputeerde staten, provinciale staten doorzetten. De standpunten bekendmaken, ook van deze gemeenteraad en de factsheet, zullen we ook flink onder de aandacht brengen de komende maanden. Dus dank voor uw steun. Deze motie zal gesteund worden door, uitgevoerd worden door het college. Akkoord. Formeel moeten wij nog stemmen over de motie. Dat is wel goed om dat te doen. Maar ik constateer, en ik vraag dat toch nog even voor de zekerheid, dat alle fracties hier aanwezig vanavond, dinsdag 1 december 2015 in de gemeenteraad van Hardenberg ondersteunen deze motie. De fractie van GroenLinks is inderdaad niet aanwezig, dus kan ook nu niet deelnemen aan de stemming. Maar voor het overige unaniem wordt deze motie aangenomen. Akkoord, dat is akkoord. Dank daarvoor. En zoals gezegd, het college zal deze motie uitvoeren. Dan komen we bij agenda punt 8b, Engbets Dijksveen, fractie van de VVD. Het woord is aan de heer Reiling en het is goed te melden dat de heer Bak de zaal verlaat om niet deel te nemen aan de beraadslaging over dit onderwerp. Voorzitter. De heer Nijhoff. Ik zou ook graag bij de besluitvorming de zaal verlaten, maar ik wil ook direct wel weggaan. Ja, dat is wel een vraag die u stelt. Wellicht is het goed om nu direct weg te gaan, inderdaad. Daarmee elke schijn vermijdend in verband met mogelijke belangenverstrengeling. Het woord is aan de heer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Een beetje raar gevoel trouwens, de eermansfractie. Ja,
Maar er is een hoop. Goed. Bij alle drie de fractieleden. Voor u ligt de motie met betrekking tot de Engbezijksvenen. Ik heb het stuk doorgelezen en er zijn nog een aantal vragen die eigenlijk zelf al in het stuk staan. Het bevoegd gezag is om te kijken of er mogelijkheden zijn voor differentiatie in de doelen en de tijd. Ook sociaal-economische aspecten moeten goed worden meegenomen. Dat is eigenlijk wel een hele cruciale zin die in het stuk eigenlijk heel vaak voorkomt. Daarnaast, en dat vond ik eigenlijk wel grappig, want nou snap ik dat ik soms bepaalde dingen niet snap, want kennislacunes kom je heel vaak tegen in het stuk. Dus nou snap ik het dat ik het niet snap, dan heb ik een kennislacune. Dat vond ik wel. Met name als het over de hydrologische kennislacunes gaat, men pretendeert dat men het wel weet, maar het gokelement is heel erg groot. En dan nog, zo staat er nog onduidelijkheid over de hydrologische effecten van de diverse activiteiten binnen de landbouw en het waterbeheer. En op basis daarvan wordt dan nu wel een voorstel ingediend. Voorzitter, mag ik vragen waaruit de heer Reiling citeert? Want ik dacht dat we een motie gingen bespreken, ja, maar hij is allerlei teksten aan het debuteren. En ik ben even het pad kwijt waar hij het over heeft. Nou, ja, ik probeer ook de verbinding te maken. Het gaat over Engbersdijksvenen, maar wellicht is het goed om u even wat dichter bij de motie te blijven. Ik dacht dat ik hem eventjes kon inleiden met twee statements aan te halen die in het onderliggende stuk van de provincie staan. Waarbij wij dan dus nu een motie indienen en dan zal ik mij dan nu beperken tot het dictum. Draagt het college van burgemeester en wethouders op om, zowel bij de staatssecretaris van Economische Zaken als trekker van het N2000, Natura 2000 gebied Engbersdijksvenen, als de gedeputeerde staten van Overijssel als uitvoerder van de maatregel die genomen dienen te worden, als bij Samen werkt beter ervoor te pleiten dat vaststelling van het conceptbeheersplan en verkenning wordt opgeschort tot na de evaluatie van de fitnesscheck, vogel- en habitatrichtlijnen in de Europese Unie. 2. Ervoor te pleiten om geen fourageergebied voor trekkende kraanvogels aan te wijzen, daar deze nu al succesvol fourageren. 3. Te pleiten voor het inzichtelijk maken van de sociaal-economische gevolgen van de voorgenomen maatregelen en dat tot die tijd geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Akkoord. Deze motie wordt ingediend door de VVD. En nogmaals, het is goed om te vermelden, het gaat om de conceptverkenning Emmersdijksvenen. Waarin het in dit geval gaat om het waterpeil in de Geesterense stroomkanaal structureel te verhogen. Met 1,15 meter ten opzichte van de huidige stand. Dat is de aanleiding om deze motie in te dienen door de fractie van de VVD. Ja, en voorzitter, en niet te vergeten over de fourageergebieden. Ja. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ja, dat is goed. Ik geef het stuk graag in bespreking. Als eerste partij van arbeid. Nou, als ik mij voor de geest haal, want het gaat dus over de Engbezijksvenen, daar is daar een doelstelling om daar het hoogveen te herstellen. En hoogveen, dat ken ik door een hoge waterstand. Dus wat u wilt is dus strijdig met de doelstellingen die voor de Engbezijksvenen zijn geformuleerd. Voorzitter, voor mij heeft meneer Jonker mij niet helemaal goed begrepen. Daarom heb ik dat geprobeerd in de inleiding duidelijk te maken. Er zal wel een hele goede afweging gemaakt moeten worden tussen de beoogde doelstellingen en de sociaal-economische gevolgen die dat tot gevolg heeft. Dat is eigenlijk hetgene wat dus hier in punt 3 van de dictum is aangegeven. Daar gaat het ons om. Wij zeggen niet dat we tegen die doelstelling zijn, maar dat er een meer dan fatsoenlijke afweging moet worden gemaakt tussen de natuurdoelstellingen en ook de sociaal-economische gevolgen daarvan. Maar daarin refereert u aan Samen werkt beter. En wat ik daarvan begrepen heb, is het juist om dat
samen te gaan doen en dat beter te laten werken. Is het dan niet erg prematuur om op voorhand dan al met een motie te komen om dat, die doelstelling daarmee voorzitter, dat kan een mening zijn. Ik zou dan eigenlijk nu voor willen stellen om de reactie van de wethouder in deze dame af te wachten. Akkoord, maar niet nadat ik anderen ook de gelegenheid heb gegeven om daar eventueel nog vragen te stellen in de richting van de VVD. De heer Roldemond. Voorzitter, dank u wel. Even een verhelderende vraag. U heeft het over een fitnesscheck wat betreft de vogels in het gebied. En tegelijkertijd zegt u dat de kraanvogels al succesvol fourageren. Hoe ruimt u dat? Voorzitter, mag ik meneer Roerman vragen nog een keer te herhalen, want het kwartje valt niet bij mij. Ja, ik wacht op de toestemming. Oké. Okay. Ja, dank u wel, voorzitter. Het eerste punt van het dictum staat een fitnesscheck genoemd. In het tweede bullet staat ergens in de zin dat kraanvogels succesvol fourageren. Hoe ruimt u die twee punten? Ja, voorzitter, ik denk dat er die twee dingen in principe prima samen kunnen gaan. Zoals de situatie volgens mij er op dit moment bij ligt, is dat het fourageergebied op dit moment voldoende is. Maar op het moment dat je dat gaat uitbreiden, dan heeft dat direct een enorm impact op de omgeving. Die fitnesscheck, die volgens de volgende habitatrichtlijn door de Europese Unie wordt uitgevoerd, ja, die slaat natuurlijk niet alleen op de kraanvogels. Akkoord. De heer Mulder, ChristenUnie. Ja, dank u wel. Wat is nu voor Hardenberg heel belangrijk? Want als ik het stuk lees, dan staat er heel nadrukkelijk in het noorden van de Engbertdijksvenen is voor noorden is nagenoeg geen verschil zoals het nu staat in het conceptbeheersplan. En dus, ja, wat heeft Hardenberg hier nu specifiek als doel? Het gaat mij eigenlijk, ontgaat mij een beetje. Ja, voorzitter, ik denk dat het doel wat we naast hebben, Engbertdijk Venen ligt natuurlijk in een, ja, het is een soort driehoekspunt. Ja, Tubbergen, Twenterand en Hardenberg zitten erin. En ik zal niet ontkennen dat dit initiatief ook mede vanuit de gemeente Tubbergen is gekomen. Omdat die met name wat het betreft het water, het hydro, moet ik altijd zoeken, maar dat vind ik zo'n hydrologische effecten. Is het voor Tubbergen is het de impact groter. Maar als je naar de fourageergebieden gaat kijken van de kraanvogels, als je die dus ook naar het noorden gaat opschuiven, ja, dan kan dat enorm veel beperkingen voor de agrariërs in de omgeving, maar ook voor de bewoners in de omgeving hebben. En dat geldt dus ook zeer zeker voor bijvoorbeeld Kloosterhaar. Maar voorzitter, zou ik een vraag mogen stellen? De heer Jonghans, ja. Ik dacht te weten dat LTO zich ook achter Samenwerk Beter had geschaard en dus instemt met de maatregelen. Dus hoe ruimt u dat dan? Ja, maar voorzitter, bij mijn weten zitten we hier bij de gemeenteraad en niet bij de LTO. Maar u heeft het over de agrariërs, dat de agrariërs daar last van hebben. Maar de agrariërs hebben zich via de LTO gecommitteerd aan het plan. Dan moet ik het antwoord schrijven, weet ik niet. Ja, de heer Van den Berg, voorzitter, als CDA-fractielid. Mag ik meneer Relik misschien een klein beetje helpen? Ja. Het gaat met name even om wat met name betreft voor de kraanvogel geldt het voor Hardenberg. In het beleidsplan staat genoemd dat de kraanvogel mogelijk een broedplaats krijgt daar in die Engbertsdijkvenen. En op dat moment kan er een enorm groot gevaar schuilen voor Kloosterhaar, Sipkelo en met name Brugterveld. Maar het kan zo zijn, en ik heb er ambtelijk afgelopen 14 dagen al meerdere malen hier in dit huis mee over gesproken. Er kan zo zijn dat als die kraanvogel daar een fourageergebied krijgt, en dus ook een broedplaats, dat er een mogelijke knelling kan komen met de ontwikkelingen voor Kloosterhaar, maar ook voor de burgers of de inwoners van Kloosterhaar, Sipkelo en Brugterveld. Want als men een feest wil geven
een barbecue of wat ook maar. En er komt een kraanvogel vanuit en die zegt van ja, daar heeft een verdringingseffect op die kraanvogel. Dan kan het betekenen dat er een NB-wet daarvoor aangevraagd moet worden. Dus ja, hoe gek kunnen we worden in dit land? Enige toelichting was dat van de zijde van het CDA. Anderen nog? Ik kan me niet voorstellen dat dat het enige dier is wat daarvoor zorgt. Dus dan zou dat nu ook al het geval moeten zijn. Dus dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Nee, dat is niet waar, meneer Jonkans. Met die kraanvogel die is er nu, maar dat staat niet expres benoemd. En zodra je in dat beleidsplan gaat benoemen en die kraanvogel krijgt daar een speciale plek, ja, dan kan het gebeuren dat die een verdringingseffect oplevert voor dat gebied. En dat geeft enorme grote gevolgen voor Kloosterhaar, Sipkelo en Brochterveld. En ik denk dat we hier met z'n allen zitten voor de inwoners van heel gemiddelde Hardenberg. En dit moeten we niet willen. Akkoord, ik denk dat het goed is om zo de wethouder nog eens even aan het woord te laten. Om vanuit de invalshoek van het bestuur ook aan te geven waar dit dossier op dit moment staat. De heer Botter. Voorzitter, de fractie van Op Koers hecht de waarde aan om in ieder geval duidelijk te maken dat de barbecuende mensen in het gebied wat genoemd is door de heer Van den Berg, dat wij die ruim baan zullen moeten geven in de toekomst. Akkoord. Anderen nog in de richting van de indiener van de motie? Niet het geval. Dan stel ik voor om toch even in de richting van het college te kijken, de heer Janssen. Want dit dossier verdient het om ook even nadere toelichting nog te geven, alvorens we deze motie in stemming brengen. Voorzitter, dank u wel. Ik moet zeggen dat ik enigszins verrast was door deze interventie vanuit VVD-zijde. Hier en in Terbergen. Omdat wij voor volgende week een informatieavond hebben liggen voor de gemeenteraden in Twenterand en Terbergen en Hardenberg om over de stand van zaken te praten en met elkaar te kijken van waar staan we. En ik had eerder verwacht dat als daar verontrustende dingen naar boven kwamen, hij daarna bijvoorbeeld in de raad van januari naar boven was gekomen en niet al voor de informatieronde. Dat vind ik een beetje vreemd. Dus in die zin zou ik willen zeggen, de motie is voortijdig. Dan zou ik alleen op grond daarvan al willen aanraden om hem in ieder geval dan aan te houden. Maar je zou ook wel een aantal elementen kunnen eruit halen waarvan je denkt, zo zou je hem niet aan moeten nemen. Even over het proces. De timing heb ik erover gehad. Het doel is nu eigenlijk van samenwerk beter. Het is natuurlijk niet voor niks gekomen met alle partijen. Om nu, voor we verder die planvormingsfase in te gaan en er ergens een conceptplan ligt, eerst eens in een tussenfase met een tijdelijke projectgroep te kijken of er een gemeenschappelijk gedragen plan van aanpak kan komen om daarmee verder te gaan. En daarvoor zijn allerlei gesprekken geweest. Er zijn ook een aantal knelpunten naar boven gekomen. Onder andere over de vernatting. En het is nog maar even de vraag of dat zo verder moet gaan. Daar moet die tijdelijke projectgroep ook nog maar eens proberen in het gezamenlijke plan van aanpak te kijken van hoe ver komen we. Ik heb zelf al wel verhalen gehoord van dat kan helemaal letterlijk niet zo. En misschien moet het gebied zelfs nog wel een beetje verplaatsen of veranderen. Of dat vernattingsgebied. Dus daar liggen nog heel veel onduidelijkheden voor we verder gaan. En dat is mijn tweede opmerking. En ik hecht zelf wel, en het college hecht wel heel erg aan het samenwerk beter aanpak. Waarbij we met alle partijen aan tafel proberen er uit te komen. Dan inhoudelijk, er staan ook een paar dingen in waarvan ik zeg van nou, dat klopt niet helemaal. Direct al aan het begin, dat in het plan staat dat het structureel verhoogd moet worden, ja, dat staat nu zelfs nog wel even weer ter discussie. En het tweede, dat gaat even over die vogels. Er is een groot fourageergebied gepland. Nee, dat staat er niet. In het rapport staat dat de kraanvolger is en dat er een gebied is waarin hij fourageert en dat gebied is benoemd. Of dat wijs is, is nog maar is een tweede. Maar het is niet zo van hier is een fourageergebied gepland en dan gaan we beperkende maatregelen nemen. Het kan dus ook zijn dat er nul beperkende maatregelen komen. Sterker nog,
Het ligt nu nog bij het Rijk. Het is de bedoeling dat hij naar de provincie gaat. En de provincie heeft al gezegd, ook in zijn eigen plannen, waar de provincie nu al verantwoordelijk voor is, wij willen die paragraaf, het hoofdstuk wat erin staat over het bestaand gebruik, willen we versterken. Ook voor deze. Die zou dus betekenen dat we daar niet specifiek iets voor die kraanvogel doen. Ik geef de heer Van den Berg direct toe. En dat het dan misschien wel helemaal niet handig is om de kraanvogel überhaupt te benoemen. De derde is, en daar ligt voor mij toch wel het lastige, en daar heb ik ook niet helemaal een antwoord op. Dat is, draagt het college op, het eerste puntje. Daar staat dus gewoon, het conceptbeheerplan en de verkenning worden opgeschort. We gaan dus even niks meer doen. We gaan de heleboel stilleggen, we gaan samenwerk beter ook helemaal stilleggen. Maar de provincie, nou, en dan is dus het eerste punt, is het niet veel beter dat daar waar samenwerk bezig nu een tussenstap maakt. Van nou, we eerst eens kijken voor we verder gaan of we tot een gedragen plan kunnen komen. Ik vind dat dat heel belangrijk is in het gebied, een gedragen plan. Dus ik vind die stap, die tussenstap die nu gemaakt wordt en waarover wij worden geïnformeerd, een hele belangrijke. Dus daarom zou ik zeggen, wacht die eerst af. En als die tot niets leidt, kun je altijd nog zo'n motie indienen. De tweede is de pas. De provincie moet iets met pas doen. Die moet iets met het gebied doen om de stikstofdepositie in dit gebied te verkleinen. En als wij nu zeggen de boel stilleggen, zou dat zomaar eens vrij forse gevolgen kunnen hebben voor de boeren rondom. En daarom zou ik nu niet tegen u durven zeggen, leg hem maar stil. Met andere woorden, de eerste streepje bij het draagt het college op, zou wel eens een hele verkeerde kunnen zijn. En mijn inschatting is op dit moment, los van het feit dat ik vind dat je gezamenlijk tot een plan moet komen en dat eerst een kans moet geven, dat je jezelf wel eens met de pas in de voet kunt schieten. Nou, en dan vind ik het tweede en het derde streepje allemaal niet zo belangrijk, want daar snap ik wel iets van. Maar dat is voor mij reden om namens het college hem nu te ontraden. En ook nog een keer tegen u te zeggen, het is helemaal nog niet nodig om hem nu in te dienen, want de komende maand gaat er echt niks gebeuren. En dus kan je die ook, als je dit al wilt, altijd nog indienen als het proces om gezamenlijk tot een plan te komen mislukt. En je een verkeerde ontwikkeling wilt tegenhouden. Dank u wel. Akkoord. Dank voor de beantwoording. En het advies wat vanuit de zijde van het college is gegeven. Ik kijk even naar de heer Reiling op dit moment. Mag ik even 5 minuten schorsen? Ja, ik denk dat het verstandig is om even 5 minuten te schorsen. De vergadering is voor 5 minuten geschorst, om 8:30 vervolgen wij. Geachte leden van de raad, mag ik verzoeken om uw plaats opnieuw in te nemen? Dan vervolgen wij de raadsvergadering. Aan de orde is de motie, agenda punt 8b, een motie ingediend door de fractie van de VVD over de conceptverkenning Engbertsdijks Venen en draagt het college een aantal zaken op. Ik kijk allereerst naar de indiening van de motie. De heer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben even met fractieoverleg gehad. En wij kunnen de motivatie van de wethouder wat betreft de eerste bullet, die onderschrijven wij ook wel. Dus we zouden de eerste bullet willen schrappen en de laatste twee dan laten staan. Daar graag de reactie van de wethouder eerst op. Ja, en dan gaat het om het dictum, zeg maar, de eerste bullet van het dictum. Ja, de eerste bullet van het dictum. Die valt dus de twee die overblijven ervoor te pleiten om geen voeriseergebied en te pleiten voor inzichtelijk maken sociaal-economische gevolgen. Ja. Akkoord. Ik kijk eerst even naar de andere leden van de raad of er behoefte is om daar nu al op te reageren op deze wijziging. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar de wethouder. De heer Janssen. Nog even een reactie vragen of dit voldoende is om hier wel mee uit de voeten te kunnen. U heeft in ieder geval aangegeven, belangrijk, de wethouder heeft aangegeven belangrijk te vinden die overleggen niet op te schorten, maar juist heel zinvol te vinden. Maar de overige twee punten blijven staan. Ja, dank u wel. Dan beperk ik mij tot die laatste twee punten. Want als ik de tekst van de overwegingen en de voortsoverwegende
erbij haal, daar zitten een aantal feitelijke onjuistheden in over vergunningplichtige en geplande gebieden. Dus die laat ik even buiten beschouwing. Als ik naar de besluittekst kijk, dan vraagt u ons om ervoor te pleiten dat er niet specifiek een gebied wordt aangewezen voor de kraanvogels om te fourageren. En u vraagt ons de sociaal-economische gevolgen van de maatregelen die genomen worden inzichtelijk te maken. Nou, daar kan je volgens mij niet tegen zijn. Ja, daar kan je wel tegen zijn, maar daar is het college niet tegen. Dat is duidelijk en helder, wat mij betreft. En nogmaals, ik hoor de wethouder heel duidelijk zeggen, hè, de twee punten genoemd in het dictum, daar kan ik achter staan. Kan het college achter staan en pin me niet vast op de beschrijvingen die daaraan voorafgaand in de motie worden gedaan. Mag ik de motie in stemming brengen? Akkoord, akkoord. Ik breng de motie in stemming. Vraag wie is voor aanneming van deze motie? De VVD, in ieder geval ChristenUnie, akkoord. Leefbaar Hardenberg, akkoord. CDA, akkoord. Partij van de Arbeid, tegen. Op koerspunt nu, akkoord. En tenslotte de fractie van D66, tegen. Dan constateer ik dat deze motie met meerderheid van stemmen is aangenomen, met alleen de fracties van D66 en Partij van de Arbeid geacht tegen te hebben gestemd. Akkoord. Brengt ons bij agenda punt 8c. Een motie schuur voor schuur. Ingediend door de fractie van het CDA. Wordt nu ook toegelicht door de heer Gerrit van den Berg. En ik denk dat het goed is om de heer Nijenhof en de heer Bak te vragen weer onderdeel te gaan uitmaken van de raadsvergadering. Zij arriveren thans ook, zodat zij kunnen deelnemen aan agenda punt 8c. Woord is aan de heer Van den Berg. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, in de gemeente Tubbergen ligt op dit moment een ontwerpbeleid ter inzage genaamd schuur voor schuur. Dit beleid moet het mogelijk maken dat de inwoners en ondernemers die extra bouwmogelijkheden nodig hebben, deze kunnen krijgen in ruil voor de sloop van een veelvoud aan schuren elders. Dit dient verschillende doelen. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit, het stimuleren van de economie en dus de werkgelegenheid, vergroot de leefbaarheid op het platteland en we leveren een bijdrage aan het verwijderen van asbest. Een dergelijke aanvulling lijkt ons dan ook passelijk en wenselijk voor de gemeente Hardenberg. Daarom hebben we samen met de ChristenUnie, VVD, D66, Leefbaar Hardenberg een motie voorbereid. En het dictum van die motie luidt: draagt het college op kennis te nemen van het ontwerpbeleid schuur voor schuur in de gemeente Tubbergen, een dergelijk voorstel in samenspraak met de raad voor te bereiden en aan de gemeenteraad van Hardenberg voor te leggen bij voorkeur in het eerste kwartaal van 2016. Akkoord, dank. Deze motie wordt gesteund door een groot aantal andere partijen. ChristenUnie, D66, Leefbaar Hardenberg, GroenLinks. Ik weet niet of er nog anderen zijn die daarover vragen hebben. Inderdaad, de Partij van de Arbeid. Ja, ik heb nog een vraag aan de heer Van Berg. Zo vaak sta ik hier niet, dus dat kan. Ja, nee, maar ik weet wat, ik ken je voornaam beter dan je achternaam, dus wat dat betreft. Nee, mijn vraag is van, kijk, dit zou kunnen betekenen dat je dus ook wat meer beweging en ook van grotere vrachtwagens, et cetera, op het platteland krijgt. Is de bedoeling dat het dan ook afgeweken wordt van wat we hanteren bij VAPS, of is het hetzelfde idee dat je dus wel op het platteland andere functies toelaat, maar dat het niet al te veel overlast moet geven voor de omgeving? Het mag niet al te veel overlast geven voor de omgeving. Het moet binnen het milieubeleid en bouwbeleid passen. Het gaat er met name om dat als bedrijven graag willen uitbreiden en het niet past binnen het bestemmingsplan, de laatste 100 vierkante meter, we ze graag willen gunnen, gewoon puur om die bedrijven ook graag voor de gemeente Hardenberg te behouden. En is dat dan niet strijdig met ons beleid ten aanzien van bedrijventerreinen? Gaan we onszelf dan niet daarmee concurreren? Nee, het gaat niet om grootschalige, het gaat om kleinschalige uitbreiding. Kort, de fractie van koerspunt nu, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Meneer Van den Berg, u zegt wel het kleinschalig, maar ja, ik vind echt dat het niet mag leiden tot ondernemers die in het buitengebied dan steeds maar uitbreiden en dat ze eigenlijk zo groot worden dat ze op het industrieterrein thuis horen. En ja, ik ben wel aan de ene kant wat bereid om wat toe te geven, maar ik
wil niet dat dat ook daarnaast ook nog een belemmering geeft voor de agrariër in dat buitengebied. Want dat, dan gaat bij mij de deur dicht. Mevrouw Kalder, u zegt het bevalt goed als ik. De wet en regelgeving en het milieubeleid moet intact blijven gehouden. Ook hier in Hardenberg, dus dat maakt weinig uit. Het gaat niet om grootschalige uitbreidingen. Ook het industrieterrein heeft daar geen concurrentie van. Akkoord, dank u wel. De heer Bak. Dank u wel, voorzitter, meneer Van den Berg. Sympathiek voorstel. Maar ik deel ook wel even de zorgen van mijn beide collega's aan de rechterkant. Ik zou u ook eens een voorstel willen doen. U geeft aan dat het college, verzoekt het college om te komen met een voorstel. En ik hoor nu ook de geluiden, en dat hebben wij vanuit de VVD ook, van we zouden het graag wat breder bekijken, dit onderwerp, en wat meer integraal bekijken. Want de punten die gemaakt worden over concurrentie met bedrijventerreinen, die is terecht. U kunt het wel afwimpelen als, ja, dat is kleinschalig en is dus geen concurrentie. Nou, dat is niet waar, want op bedrijventerreinen zit ook kleinschalig. Voor de leefbaarheid van het platteland zegt dat heel veel, maar de wereld om ons heen verandert ook sneller. Dus ik zou er wel behoefte aan hebben om dit onderwerp ook eens een keer met elkaar benen op tafel door te discussiëren. En op basis daarvan wellicht wat scenario's te vragen aan het college. Dus ik weet niet of u daarin mee zou kunnen gaan. Meneer Bak, als u het net goed hebt geluisterd, in het dictum staat in samenspraak met de gemeenteraad. Dus u komt met die voeten op de tafel. Akkoord. Dat lijkt me heel plezierig. Als dat onderdeel ervan uitmaakt, dan vinden wij het sympathiek en kunnen we meegaan. Akkoord. Ik denk dat het goed is om toch ook even in de richting van het college te kijken of zij met deze motie uit de voeten kunnen. Of met de voeten op tafel misschien wel. De heer Prinsen. Voorzitter, dank u wel. Deze motie is op zich niet nieuw. Geeft ook niet, stel dat we een beetje naar de Tubbergse variant kijken, geeft ook niet erg veel ruimte extra. Want in onze visienota buitengebied zitten de mogelijkheden voor een groot deel al. Ook ons KGO-beleid voorziet in sloop KGO, kwaliteit groene omgeving, voorziet in landschappelijke verfraaiingen. Daar kan sloopbeleid ook toe behoren. Waar we wat zou kunnen knellen, is dat we altijd met sloop en terugbouw, is er altijd een relatie bij ons gelegd met de plek waar gesloopt wordt. Dat heeft u zo gewild. Maar goed, is deze motie, is die dan overbodig? Nou, ik interpreteer hem zelf zo, dat u eigenlijk een verzoek doet aan het college. Kan u eens op een rijtje zetten wat de mogelijkheden zijn om landschapsontsierende gebouwen, schuren, ook nog vaak met asbest, wat we daarvoor beleid voor hebben en wat we eventueel aan nieuw beleid, / de Tubbergse variant, hoe we die in zouden kunnen passen om een palet aan mogelijkheden te hebben om die landschappelijke kwaliteit te verbeteren. En één manier, één wijze, die hanteren we ook nu al. Als iemand wil uitbreiden, en dat zijn vaak agrarische ondernemers, ja, dan moet er wat gebeuren aan inpassing en er moet er wat gebeuren aan KGO. En ja, daar maakt sloop al een onderdeel van uit. Maar het lijkt me goed dat we in het eerste kwartaal, dat wij eens een inventarisatie voor u maken van, nou, wat zijn nu de mogelijkheden uit de visienota buitengebied? Wat zijn de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt? Wat hebben we nog aan aanvullende beleidsregels? En dan eens kijken of de Tubbergse variant, of die nog wat nieuws te bieden heeft en dan daarover met u in gesprek gaan. Zo interpreteer ik deze motie. En als ik hem zo goed interpreteer, dan mag hij wat mij betreft doorkomen. Akkoord. Ik kijk allereerst anders naar naar de indiener van de motie, de heer Van den Berg. Ja, als hij anders er niet door mag, dan moet ik hem zo wel interpreteren. Ja, de raad heeft het laatste woord, dus het is aan u. Anderen nog? Akkoord? De heer Bak. Nou, ik zit nog even met de volgorde, hè, want de heer Prins trekt het nu naar het college toe om te komen met een soort van voorstel wat het zou kunnen impliceren. Hè, wat het voorstel van Tubbergen zou kunnen toevoegen aan hetgeen we al hebben. En ik zou hem graag iets meer open hebben, dus ik ben heel blij met dat u een overzicht zou willen maken van wat er allemaal is. En ik zou het toch aan de raad laten om daar eens met elkaar open over in gesprek te gaan, om te kijken wat wij daarvan vinden. Dan doen we volgens mij meer recht aan de motie die ook de heer Van den Berg op dit moment indient.
Dus ik hoor ook graag de anderen daarover hun mening. Ja, voorzitter. Volgens mij, ik heb de wethouder heel duidelijk horen zeggen, vooral die inventarisatie en dan het model van Tubbergen daar eens tegen aanleggen, maar daar nog geen conclusies aan verbinden. Dat is goed, hè? Dus dat, hij is in die zin is hij open. Maar het is goed om dat nog even vast te stellen. Maar ik ben het wel met meneer Bak eens dat uitdrukkelijk ook de raad daarbij aan zet is. En dat kwam ik in het betoog van de wethouder wat minder u tegen. Dus wat dat betreft onderschrijf ik wat meneer Bak zegt. Ja, maar soms zegt de wethouder niet alles, maar zijn gedachtegoed gaat waarschijnlijk wel zodanig dat hij u graag die ruimte wil geven nadat hij met informatie is gekomen. Ja, akkoord. Mag ik voorstellen om deze motie in stemming te brengen, voor zover nodig. Ik constateer dat de fractie van het CDA akkoord is. Leefbaar Hardenberg, CDA, ChristenUnie, excuus, is akkoord. VVD akkoord, D66 akkoord, op koers.nu akkoord. En ook de Partij van de Arbeid is akkoord. Daarmee wordt deze motie uitgevoerd. En kunt u in het eerste kwartaal 2016 een inventarisatie en een gesprek verwachten. Dat brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Agenda punt 9, hamerstuk, stemverklaring mogelijk, begrenzing Ommerschans in het kader van de werelderfgoednominatie koloniën van weldadigheid. Behoefte aan een stemverklaring? In ieder geval kunt u instemmen en vragen in één keer. U bent akkoord. Akkoord. Al dus besloten. Agenda punt 10, vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Stegens en Allee 61 gedeeld op vaart, stemverklaring, niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Dat is dan conform. Agenda punt 11, vaststellen subsidieverordening jeugdhulp Hardenberg. Stemverklaring, niet het geval. U kunt instemmen. Akkoord. Agenda punt 12, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? We hebben heel veel dingen bij kop gehad vanavond. Volgens mij is het palet zo'n beetje klaar voor 2015. Daarmee kunnen we de rondvraag bijna afsluiten, maar niet nadat ik het woord wil geven aan mevrouw Juling, nestor van deze raad, om nog eens wellicht terug te blikken op het jaar, maar misschien ook wel een vooruitblik te doen, ik weet het niet. Maar het woord is aan de nestor van de raad, mevrouw Juling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou vragen aan het college en de burgemeester en de griffier of zij ook in ons warme midden willen gaan zitten. Ze voelen ervaren hoe dat is in deze kring van raadsleden. En ze keren hartelijk welkom, wel op de witte houten bankjes. Ik bedoel, enigszins luxe zou dat moeten zijn. En ik vraag even Pauline of die wellicht kan zorgen dat haar hele mooie plaatjes voorbij komen bij het verhaal. Ja, dan is het juli en dan word je gebeld door een griffier en die zegt van ja, Kees Slingeland is weg en ja, we hebben een nieuwe nestor nodig. Nou, die kwam binnen. Je voelt je in één keer ongeveer 100. Denk, ben ik al zo oud? Nou, Frank die legt het uit. Samen met Annie Kelder zijn wij de oudzittende raadsleden. Wim Kloekhorst heeft een kleine retraite genomen. En ja, ik ben net iets ouder dan Annie, dus ik heb deze race gewonnen. En het enige wat je mag doen als nestor is op een avond als deze, de laatste avond van het jaar, een verhaaltje te vertellen, terugblikken. Nou ben ik al zo lang raadslid. Fit testen voor vogels. Nou ja, dan zie je het in ieder geval voor je dat er hele sportscholen opgebouwd worden om die vogels fit te houden. Kraanvogelfanaten. Nou, ik denk dat dat volgend jaar het woord van het jaar waarschijnlijk wordt. En ik stel voor dat Kloosterharen barbecue-vrijstaat wordt. Dat zijn voorstellen die we in 2016 vast tegemoet kunnen zien. Nou, nog ga ik proberen of dit lukt. Ja. Gemeente, onze gemeente Hardenberg. Ik kan nog wel herinneren, in het begin zei het van foto van een oude vrouw. Nou, hij lijkt niet op mij, dus dat compliment neem ik maar niet voor mijn rekening. Maar in ieder geval een gemeente waar wij het allemaal voor doen, waar wij hier allemaal voor zitten. Een gemeente met 60.000 inwoners, met heel veel kernen en met een actieve, betrokken raad.
Ja, en dan zie je een prachtige baby. Tenminste, dat zullen de ouders zeggen. Tjonge jonge, wat is het een mooi kind. Herman Vinkers zou zeggen, het is een lief kind. Want ja, wie zegt nou tegen een baby, tegen de ouders van, je hebt een lelijk kind. Dat durf je niet. Ja, en wij met z'n allen zijn eigenlijk die ouders van dit kind hier. En de vader, die zit daar in het midden, meneer Prinsen, Douwe Prinsen. Ja, tegen hem werd gezegd, het is een markant gebouw. Het gebouw, ja, van binnen is het heel erg mooi, werd dan gezegd. Nou, je voelt het klompen al aan, de omgeving vond het niet mooi. De inwoners van Hardenberg vonden het veelal niet mooi, maar het was in ieder geval wel heel spraakmakend. En dat is op zich heel mooi, want wij staan in die top 10 van lelijkste gebouwen bovenaan. We staan wel tussen gerenommeerde architecten. En ja, zo kun je van elke voordeel weer een nadeel weer een voordeel maken, zou Cruijff zeggen. En dat kan Douwe Prins natuurlijk ook uitstekend zeggen. De raadzaal. De raadzaal is toch wel een van de mooiste vertrekken in dit gemeentehuis. Een gemeentehuis waar hard gewerkt wordt door medewerkers. Waar mensen bij de balie komen. Waar mensen gaan trouwen. Hè? Dat hebben we vaker vanavond hier ook nog over gehad. De trouwzaal is hiernaast. En hier in deze zaal zijn zelfs ook wel eens mensen getrouwd. Maar ook een raadzaal waar je toch wel ook wel hele warme gevoelens mee hebt. Want ja, afgelopen jaar hebben we toch meegemaakt dat de tribune wel wat voller zat als zo. Dat de glazen open waren, dat we een open, transparante raadzaal hadden. Met moeilijke en lastige onderwerpen. Werd er in andere gemeenten bijvoorbeeld besloten vergaderingen gehouden? Of er mogen maar zoveel mensen naar binnen. Er werd eigenlijk met de bagger gegooid als het ware naar die raadsleden toe. Bedreigingen, noem maar op. Nou, dat kennen wij gelukkig hier niet. Hier is het altijd toch nog wel in een waardige sfeer verlopen. 20 raadsvergaderingen dit jaar, 90 raadsvoorstellen, 43 moties en of amendementen. Ik heb ze niet allemaal uitgesplitst, in aangehouden, ingetrokken of wat dan ook. Vanavond zijn er nog weer een aantal bijgekomen. En 30 schriftelijke vragen en volgens mij zag ik deze week alweer wat vragen voorbij komen. 20 raadsvergaderingen. Een paar raadsvergaderingen, die zullen wij, nou, ik denk met z'n allen wel heel goed kunnen herinneren. Dat vergaderingen rond het AZC waren de twee, waar de zaal echt ook bomvol zat. Waar je spanning voelde, de emotie voelde. Waar je van dacht van, goh ja, nu ben je echt volksvertegenwoordiger. En nu moet je het ook durven te zeggen. En vluchtelingen, nou, we weten allemaal dit jaar, ja, de confrontatie met al die mensen die hier naar Nederland komen, die naar Europa komen. Maar ook het klimaat, hè, dat hebben we het ook over gehad. De windturbines, eindelijk zijn we stappen verder gekomen. En met Parijs in het zicht zou je zeggen van heel veel narigheid daar gebeurt. Maar misschien gebeuren daar ook mooie voorstellen richting een betere wereld. 130, dat is een VVD-item in het kabinet. Oh, Erik doet nee. Nou, het kabinet, die 130, nou, dat is hun paradepaardje. Lekker hard op die wegen jakkeren, behalve naar Hardenberg. Want ja, daar zal waarschijnlijk nooit een 130 kilometer weg komen. Maar goed, 130 is ook bijna het heilige getal van de VVD. Want wat is die nog meer? Van Bert Gelling, de netto-schuldquote. Volgens mij hangt die ingelijst boven Jannes' bureau, 130. Alle ambtenaren worden zwetend 's nachts wakker, 130. Als we er maar niet boven komen, 130. Die schuldquote. Als we dat maar niet lukken. Nou, het voorstellen van D66 vanavond gaat dan waarschijnlijk niet lukken. We moeten eronder blijven. Dus Jannes heeft dat ook vanavond nog weer kunnen vertellen. Ja, dit staat hier niet voor dit gebouw. Ik heb ze tenminste nooit gezien. Ze staan wel in Engeland, een wisseling van de wacht. En ja, dat hebben we meegemaakt, hè. Dirk, jouw laatste vergadering vorige maand als fractievoorzitter. Dirk, bedachtzaam, soms iets wat voorzichtig, maar betrokken. En een hele plezierige collega. Ja, hij maakt nu plaats voor... Ben je het jongste fractievoorzitter van Nederland? Of weet je dat niet? Nee, nog geen idee. Nou, hij hoort vast wel bij een van de
heel erg jonge fractievoorzitters. En volgens mij gaat dat een nieuw imago van het CDA worden. De jonge honden van het CDA. Hè? En wie weet belooft dat wat voor de toekomst. Martijn, als die zich ergens in vastbijt, laat hij het echt niet meer los. Dat hebben we kunnen meemaken. Dus we zijn benieuwd hoe dat de komende tijd zal gaan. Nog een keer. Ja, dat was 2 keer dit jaar. 2 keer wisseling van de wacht. Nou, Kees laat zich groeten door mij. Hij zei van, ga je als Nestor nog een toespraak houden? Ik zei, nou, ik zal het proberen. En hij vertelde mij van, doe ze allemaal de groeten. Nou, bij deze de groeten van Kees. Kees is in zijn, ik wou bijna zeggen, postnatale depressie, dat kan niet. Hij moest wel heel erg wennen dat hij niet meer in de raad zat. Maar hij heeft toch zijn weg weer gevonden en het politiek, dat kan hij niet loslaten. Hè? Hij is lid van de schaduwfractie van de Provinciale Staten. Kees deed het op zijn eigen wijze, soms wat eigenwijs, maar ja, dat hoort bij eigenwijs. Anne is er vanavond helaas niet. Nou ja, we hebben Anne hartelijk welkom geheten in ons midden. Ook daar een wisseling, man en vrouw. Ook wel wat jonger dan Kees. En die zal ook op haar eigen wijze het raadslidmaatschap vervullen. Ook soms misschien wel op haar eigen wijze manier. Ja, en dan Wim Boersma, ChristenUnie. Solide. Prachtige 2 speeches had je dit jaar met algemene beschouwingen en met AZC. Heel mooi. Betrouwbaar, goed voorbereid, dat is de ChristenUnie. Soms een tikkeltje saai misschien. Alhoewel, Zaken Christiaan, die kan wel eens wat frivool uit de hoek komen soms. Dat zullen we straks ook nog eens laten zien. Ja, en dan dit plaatje. Vragen, vragen, vragen. Wat doen we elkaar soms aan? Wat worden er vragen gesteld in deze raad? Schriftelijk, technisch, aan elkaar, aan het college, aan de portefeuillehouder. Vragen, vragen, vragen en nog eens vragen. En wat doen we met antwoorden? Hè? Wat doen we daar nou mee? Er is 1 soort vraag bijgekomen. En die laat ik u zo zien. Dat is D66, want die heeft altijd een verduidelijkende vraag. De vraag van de vraag. En het antwoord, ja, daar zijn we ook benieuwd naar in 2016, wat daarmee gaat gebeuren. En dan vers van de pers, ja, het bruidspaar, Zaken en Erika, die ervoor gezorgd hebben dat er eindelijk eens een wijziging is in het leesjesvoorstellen, want dat gebeurt bijna nooit, want die voorstellen zijn meestal allemaal hamerstukken, dus best wel uniek. Nou, en die Partij van de Arbeid, Rijn zit daar als enige tussen die vrouwen. Nou, er wordt wel eens gevraagd van hoe bevalt dat. Nou, er is aan mij nooit gevraagd hoe bevalt dat tussen al die mannen. Dus voor hem is het ook gewoon, we hebben het niet altijd over trouwjurken, we hebben het niet over bruidsboeketten. Maar trouwen was dit afgelopen jaar wel veel aan orde, hè, binnen onze fractie. Nou ja, mooie bermbloemen en wilde bloemen, ja, daar zijn ook de nodige moties over ingediend. Ja, ChristenUnie al geweest, CDA al geweest. En voor wie zou deze nu zijn? We hebben nog een dominee in het midden. Dominee Botter. Hij mag graag wat spreken van de kansel. Volgens mij, Hans, ben jij je roeping echt misgelopen. Kan hij met heel veel mooie, wollige woorden zeggen. Grote retoricus. En dan Petra. Petra, volgens mij heb jij toch een verkeerde naam aan die partij gegeven. Je had het toch wat LL Hardenberg kunnen noemen. Leefbaar liberaal Hardenberg, want elke keer wordt er weer vergist van liberaal, oh nee, leefbaar. En zelfs jij maakt je daar wel eens schuldig aan, dat je in één keer zegt liberaal Hardenberg. Nee, ik ben toch van leefbaar Hardenberg. En dan onze voorzitter van de raad, Peter. Hij doet het op zijn aimabele manier, soms wat streng, soms laat hij het wat lopen. Hij doet dat heel plezierig, zet vaart achter de discussie. Wil niet te laat naar huis. En meestal gebeurt dat ook wel. Hij is voorzitter van de raad, maar hij is ook voorzitter van het college. Dus wellicht als die collegeleden nou eens wat minder spreektijd nemen, misschien kan je daar nog eens wat op sturen, kan je nog vroeger naar huis. Voor de muziek aan. Met de voeten in de modder,
Niet op tafel, die voeten. Kartrekkers. College. Ja, staat daar het college voor? Ik denk wel voor een heleboel dingen. Het zijn hardwerkende mensen. Soms lopen ze wat voor de muziek aan. Zien ze niet dat er nog een raad achteraan komt. Staan met z'n voeten in de samenleving. En trekken soms een zwaar dossier mee. En zeulen dat mee. Terwijl er soms mensen achteraan die kar hangen. Die dat wat terugduwen. Maar ze blijven daar aan trekken om het beleid goed vorm te geven. Dan hebben we Frank. Ja, Frank, ik kon helaas geen foto van jou vinden als prins Carnaval. Want we hebben twee prinsen hier in de raad. Douwe prins en prins Carnaval. Volgens mij heb je die allemaal van internet laten verwijderen. Maar goed, we moeten het met dit plaatje doen. Ondersteunend aan de raad. En een rol die jou past, dienstbaar aan ons zijn. En dan kom ik weer bij de raadzaal terecht. Vooruitkijkend naar 2016. Een andere structuur. Minder vragen, wat met de antwoorden gaan doen. Meer debat onderling. Minder technische vragen in de raad. Korte, bondige antwoorden van het college. Ja, en bovenal in een goede sfeer. Zijn dat geen goede voornemens voor 2016? Want uiteindelijk doen we het hiervoor met z'n allen. En ik wil alle inwoners, en dat zijn we eigenlijk met z'n allen die hier in ieder geval in de raad zitten, een hele fijne feestdagen wensen. Een heel goed 2016 toe. Voor heel veel mensen met hopelijk heel veel goed gezondheid. En ik denk dat Peter straks met de nieuwjaarsreceptie nog verder vooruit zal blikken in dit jaar. Hier wou ik het bij laten. Mevrouw Julink, Ria, dank voor deze mooie woorden en de opgave die aan ons wordt meegegeven qua houding en gedrag voor 2016. Het is helemaal duidelijk, maar dat is mooi om dat zo eens even te spiegelen. Ik wil naar huis, het is 9 uur geweest. Ik sluit de vergadering, maar niet nadat ik u van harte uitnodig allemaal, ook de mensen die ons luisteren via de internet, voor de nieuwjaarsbijeenkomst inderdaad op dinsdag 5 januari 2016. Het lijkt heel ver weg, maar het is zover. En voor de feestdagen een goede kerst toegewenst, fijne kerstdagen toegewenst en een heel goed uiteinde. En we zien elkaar in het nieuwe jaar allemaal hopelijk weer gezond en wel op 5 januari tijdens de nieuwjaarsbegroeting. Dank, de vergadering is gesloten.